Michele Santoni, morgen wacht RKC uit in Waalwijk. Wat voor een duel kunnen we verwachten? Lastige. RKC zit in een hele goede flow. Ze hebben goede spelers erbij gehaald in de winterstop. Alles draait goed bezig. Veel snelheid, veel explosiviteit, veel technische voetballers. Dus die resultaten komen niet vanuit de niks. We moeten daarop gewapend zijn. Ja, wat dat betreft treffen jullie RKC op het slechtst mogelijke moment, denk ik. Ja, maar was Roda ook. Dus motivatie meer om juist de teams die goed draaien, om de uit de ritme te halen. In het begin van de competitie draaiden ze eigenlijk in het rechte rijtje. Ze hebben een enorme boost gehad. Wat is volgens jou daar de verklaring van? Ja, voetbal is altijd lastig. Nogmaals, ze hebben wel een aantal spelers erbij die wel een kwalitatieve boost hebben gegeven. En op het moment dat je een keertje wint in deze competitie of een paar resultaten achter elkaar haalt, ja, dat gaat in dat kopje zitten. En dat geeft zoveel positiviteit, energie. En daar zijn ze goed in geweest om dat te blijven bouwen. Waar liggen jullie kansen? Waar zijn zij pijn te doen? Zeker in de omschakeling. Maar ook in onze voetbalvermogen, in onze snelheid voorin. We hebben kleine mannetjes die technisch zijn, wendbaar zijn. En daar kunnen ze moeite mee krijgen. Hoe zijn jullie uit die wedstrijd tegen Jong AZ gekomen? De eerste helft waren jullie heer en meester. De tweede helft was het verval groot. Hoe zijn jullie daar uitgekomen? Zoals bij elke wedstrijd. Hè? Met heel veel positieve dingen die we mee moeten nemen. En een aantal punten die we moeten verbeteren. En daar hebben we de hele week geanalyseerd, gesproken, besproken en ook op getraind. Heb jij nou het idee dat het lek echt boven is na die twee overwinningen op rij? Nee, dat kan je niet zeggen in deze competitie. Elke wedstrijd is weer een wedstrijd op zich. En juist op het moment dat je dat gaat denken, ga je in de fout. Dus wij moeten gewoon wedstrijd per wedstrijd bekijken. En logisch, het feit dat je twee keer wint maakt wel dat de trainingen veel meer beleving meenemen. En dat je wat rustiger en wat misschien meer kritisch kan op jezelf zijn. En meer acceptatie. Maar morgen begint weer een nieuwe wedstrijd. En wat je ervoor hebt gedaan en wat daarna komt, moet vergeten worden. Het gaat om die 90 minuten. Ja. Op papier wel een hele belangrijke wedstrijd. Hè? Omdat je hem eigenlijk niet mag verliezen. Het is aanhaken of afhaken misschien wel een beetje. Afhaken niet. Wel zeker aanhaken. Periode speelt mee. Hè? Voor het eindstand. Dus het is wel een hele belangrijke wedstrijd, maar dat zijn allemaal alle 14 wedstrijden van hier tot einde. Wie moet je missen? Vossenbeeld is nog niet volledig hersteld van zijn enkel. Gaat wel de goede kant op. Dat zit eigenlijk. Judrik Poep, die waakt ook stappen. Nu even afkijken of je deze week of volgende week met Jong misschien de eerste minuten kan maken. Dus gaat wel de goede kant op. Voor de rest fit en gretig. Never changing winning team, hanteer je dezelfde basis? Ja, voor deze keer nog wel.